dames en heren. Daar gaan we weer, René Treur en Abdullah Wijs. En wij zijn neergestreken in Le Canonnier, de thuishaven van Excelsior Mouscron, waar Anthony Rocchetti zijn wedstrijden speelt. Hij staat nog in de top 6, maar de laatste weken geen goede resultaten. 2-2 tegen Wesley Campana vorige keer met Genk. En tegen Oostende, de matchday daarvoor, ging het mis tegen Kevin Lenglet. Een 2-1 verlies. Daarvoor had hij gelukkig 4 winstpartijen, waardoor hij zich op de derde plaats had genesteld. Is inmiddels weer wat afgezakt naar de onderste regionen van de top 6, maar nog altijd die plek die recht heeft op de play-offs van de Proximus E-Pro League. Tegenover hem staat vandaag Sporting Charleroi, Royal Charleroi Sporting Club compleet. En dat is Benjamin Biernaert. En ook hij niet in de beste vorm van zijn leven, want hij heeft tegen Club Brugge verloren 2 matchdagen geleden, 3-1. Miran Salim. En die klap dreunde nog even door, heb ik het idee, want Matthias van de Winkel kon vorige week met Waasland ook winnen van hem met 2-1. En wat dat betreft, ja, hij was in topvorm daarvoor, want hij had, even kijken, 4 wedstrijden op rij niet verloren. Er zat 1 gelijkspel tussen tegen AA Gent, Robin Sleewagen, de man die met afstand de meeste goals scoort. Dus dan hem op 2 goals houden is helemaal niet slecht. 2 inprikken tegen hem ook niet. Maar beide spelers dus niet meer in de topvorm die ze eerder dit seizoen hadden. En beide spelers, voor hen is het cruciaal om vandaag 3 punten te pakken met het oog op die top 6. Ja, 100%. Dat zijn 2 van de, ik zou toch wel zeggen, meest ervaren spelers in de Pro League. Ja. Beide heel veel toernooiervaring. Eigenlijk zijn zij gewoon op elk toernooi in België. Je kan ze echt elke keer zien. Samen met bijvoorbeeld de echte pro-spelers zoals, ik zeg maar wat, Twiki of ook Anthony, Zakaria Bentato bijvoorbeeld. Ja, ook Bentato. Inderdaad. Maar ja, zo'n speler zie je eigenlijk gewoon op alle toernooien. En ik ga ervan uit dat ze ook heel vaak tegen elkaar hebben gespeeld dit jaar. Ik denk dat ze goede vrienden van elkaar zijn. En ja, ik denk dat die gewoon echt een hele leuke wedstrijd gaan zien. Ja. En ook trouwens de professionele e-sporters van deze clubs. Ardix en natuurlijk Jason de Vier van Sporting Charleroi. En natuurlijk voor Royal Excelsior Mouscron Quentin van de Latijnen, aka Shadow. Dus ja, wat dat betreft veel... Beide ook E-Devils. Ja. Ik denk dat dit misschien wel de 2 clubs zijn die de beste kansen hebben samen met Club Brugge straks in de play-offs. Omdat ze zeer waarschijnlijk 2 goede vertegenwoordigers krijgen. Ja, daarbij ga ik er even vanuit dat Biernaert ook weer terug in vorm komt en ook toch weer in die top 6 kruipt. Dat is natuurlijk moeilijk, aangezien vandaag minimaal 1 van deze 2 gasten punten gaat laten liggen. Maar ik zie het nog wel gebeuren hoor, dat ze het allebei halen. Ja, ik ook hoor. Dit zijn echt 2 van de beste spelers in België. Ja. En een top 6, denk ik, moet wel haalbaar zijn. Ja, ik ga heel eerlijk zijn, ik denk zelfs, begin van het seizoen had ik wel verwacht dat 1 van deze 2 spelers kampioen zou worden. Ja. Dat ziet er nu echt niet meer zo naar uit, want Cercle Brugge en Club Brugge zijn 2 clubs die echt in topvorm zijn op dit moment. Inderdaad. En ik zou het niet gek vinden als 1 van hun 2 kampioen gaat worden. Nee, ja, mijn geld staat op dit moment op Miran Salim, maar er kan nog veel gebeuren natuurlijk. Maar zoals gezegd, Salim heeft Biernaert al op een nederlaag getrakteerd. En hij heeft nog niet gespeeld tegen Anthony Rocchetti. Dus wat dat betreft kan Rego zichzelf en andere titelkandidaten een goede dienst bewijzen. Maar ja, op dit moment gaat Salim gewoon onverstoorbaar door. Hetzelfde geldt voor Jason Logge. Maar ik heb het idee, Jason Logge wint zijn wedstrijden minder overtuigend. Het is altijd het 1 goal verschil. Salim zet grote uitslagen neer. Hij heeft al een keer 4-0 gewonnen. 3-1 tegen Biernaert. En ook vandaag inderdaad een fantastische thriller gezien. De eerste speeldag van matchday 9, Club Brugge Gent. 5-4 tegen Robin Sleewagen. Wat een wedstrijd was dat, niet normaal. Ja, inderdaad. En daarmee zat hij nu op de eerste plaats. En is Cercle Brugge naar de tweede gezakt. Omdat Zulte Waregem ook echt heel erg sterk heeft gespeeld tegen Jason Logge. Ja, 3-1 gewonnen. Ja, ook weer iemand die ik 100% al in die top 6 kan verwachten. Ja, zeker. Hij staat er niet zo goed voor als wij hadden verwacht halverwege het seizoen. Maar dat hebben we vaker gezegd over Nicolas Persoons. Hij heeft met afstand het zwaarste begin van het seizoen gehad. Hij heeft een loodzwaar programma gehad. En eigenlijk heeft hij, om het met alle respect te zeggen, toch de mindere goden die hij nog gaat krijgen in de tweede helft van het seizoen. Ja, 100%. Hij heeft ook heel sterk gespeeld tegen de beste spelers in de E-Pro League. En het is maar even afwachten. Ik bedoel, hij heeft nu echt de beste spelers allemaal gehad, volgens mij. Aangezien hij ook tegen de eerste plaats Cercle Brugge heeft gespeeld en 3-1 heeft gewonnen. Maar dat is natuurlijk iets voor een andere wedstrijd. We hebben nu
Royal Excel moest doen tegen Charleroi op ons beeldscherm. En ja, er zijn nog niet heel veel grote kansen geweest. Nee, helemaal in het begin van de wedstrijd al ene voor Anthony Rochetti, maar heel goed de keeper bewogen van Benjamin Bobo Biernaert. Ja, en net een klein kopballetje van Charleroi van Biernaert op het doel van Rochetti. Ja, het zegt genoeg dat wij al 22 minuten hebben zitten babbelen over de titelbespiegelingen. Dat zegt genoeg over deze wedstrijd. Het is nog niet echt ontvlamd. Het zijn twee absolute topspelers. Wat dat betreft verwacht je een heerlijk affiche. Maar ze houden elkaar dusdanig in evenwicht dat de grote kansen nog ontbreken. De organisatie is goed. Maar ja, ik weet zeker, dit is geen pot die op 0-0 gaat eindigen. Nee, 100% niet. Het gaat een heel leuke wedstrijd worden. Daar ga ik vanuit. Ja, de zebra's worden hier van de bal gezet. En dan is het Le Canonier dat weer begint te juichen. Want hun club was in balbezit. Met de nadruk op was, want ze werken hem over de zijlijn. En dan gaan we Biernaert in de tegenstoot zien. Dan gaan ze brutaal op voorsprong komen in deze uitwedstrijd. Ziet er goed uit hoor, Benjamin Biernaert. En dat soort schoten moet je hem niet gunnen. Want hij is zo goed met die timed shooting. Dit keer belandt hij op de lat. Het was weer een heel grote kans hoor, voor Charleroi. Ja. Lijkt er toch op dat Charleroi hier dan de overhand wil nemen in de wedstrijd. Ook hier weer heel erg goed verdedigd. Maar heel stom eigenlijk de bal weggegeven. Ja, precies. Ja, ze komen hier duidelijk niet van een punt. Moeten ze wel wat zuiverder omgaan met het balbezit. Rochetti dan. Terughalen naar de linker. Maar dat lukt niet. Het schot mag niet gelost worden van de ijzersterke verdediging van Charleroi. Dat dit keer de bal wel goed wegkrijgt. Sterker nog, dit doen ze fantastisch. Maar niet sterk genoeg in het lijf-aan-lijf duel. En dan zijn het de mannen achter de kanonnen die er weer mee vandoor gaan. Gecoacht door Bernd Stock, dit team, normaliter. Uiteraard deze FIFA-speler niet zoveel bemoeit meneer Stock zich hier niet mee. De FIFA-competitie werpt hij af en toe een blik op, maar hij zal niet Rego gaan coachen. Hij heeft wel een andere coach bij zich, Timoen W. Die her en der met Rego spreekt tussen de wedstrijden door, die hem af en toe tips geeft. Maar kijk eens even, deze tip. Oeh, aardige kans voor Charleroi. Probeert het met een hoge voorzet vanaf de flank. Dat is wel leuk aan Biernaert. Hij heeft niet maar één strijdplan. Af en toe wijkt hij daar gewoon vanaf. Is hij bereid om iets anders te doen, iets onverwachts. Want vaak gaat hij toch naar het centrum combineren en voor het schot. Maar dit keer gooide hij hem gewoon eens even hoog voor de pot voor de afwisseling. Om niet te voorspelbaar te worden. Ja, klopt. Dat is wel iets wat je echt moet hebben. Een tweede tactiek, een tweede aanvalsspeelstijl. Anders is het heel makkelijk om te voorspelbaar inderdaad te worden, zoals je zei. En dan is het gewoon eigenlijk een makkelijke wedstrijd voor Anthony. Maar dat is het nu nog steeds niet natuurlijk, want Charleroi speelt heel erg sterk. Ja, zeker. Hier weer een aanval hoor. Laatste minuut, laatste kans voor Charleroi. Hele mooie dragback. Maar hij wordt nog net verdedigd en hij moet nu schieten. Nu naar voren, goed verdedigd van Royal Excel Mouscron. En dat is dan de eerste helft. 0-0. Nog geen 100% kansen kunnen zien. Wel één heel erg grote kans voor Charleroi, die net over is gegaan. Maar voor rest, ik hoop dat we een beetje meer actie gaan zien in de tweede helft. Ja, het grootste wapen van Charleroi is misschien nog wel het schot op de lat. Vanaf een positie waarvan je niet direct zegt dat is een hele grote kans. Oh, wat een heerlijk gevoelvol balletje over de verdediging. Die verdediger kan zich nog net de volle uitstrekken in de jump om de bal terug te koppen naar de keeper. Dan gaan we hier Mouscron zien hervatten na de aftrap van Charleroi. Eens even kijken of Mouscron hier het verschil kan gaan maken in eigen huis. Want dat moet natuurlijk. Misschien kan de kapitein Jérémy Huygensbaert iets voor zijn team doen. Hem hebben ze meer dan ooit nodig. Want het gaat vandaag nog niet fantastisch tegen de Zebra's. Tegen Charleroi van Benjamin Biernaert. Die ik toch licht de sterkere speler vindt in deze wedstrijd. Ja, zeker. Hij speelt heel erg sterk deze wedstrijd hoor. Ja. Ik weet niet of ik dat per se had verwacht. Maar aan de andere kant, Benjamin die speelt ook online. Dus op FUT Champions, de kwalificatietoernooien voor de FUT Champions Cups. Daar speelt hij ook heel sterk. Daar haalt hij ook altijd 4-5 winsten. Net 1 winst tekort voor de knockout rondes. Maar ja, hij is ook wel echt een van de beste spelers op dit moment in België. Ja, en daarom verwacht ik ook dat hij echt wel de top 6 kan halen. En hier hebben we ook weer een prachtige aanval. Oh, mooie paas. En weer Anthony. Oh. Dit is de derde keer met dit seizoen dat hij de keeper helemaal verkeerd laat
besturen eigenlijk. Wow. Ik weet niet wat hij hier van plan was, nee. Maar dit was zo slecht weer van Anthony. En misschien is het toch het beste voor hem als hij gewoon zijn keeper niet aanraakt. Maar die paas daar, die paas is zo heerlijk op maat. Voor de verdediging onbereikbaar en de uitstormende keeper kan er ook niets aan doen. Ja, inschattingsfoutje van Anthony Rocchetti wellicht. Die aanvaller die lag precies op koers. En die slaat toe als een sloopkogel. En Charleroi staat eindelijk op de voorsprong die het verdient. Want Bernard is hier toch de sterkere van deze twee. Ja, ik zou het, zou je mij vragen, voor deze wedstrijd van wie gaat er winnen? Ik zou geen idee hebben gehad, want ik vind ze allebei erg goed. Hier Rocchetti met een eerste wapenfeitje in de tweede helft, net voor het hele uur. Maar de Zebra staan brutaal op voorsprong. En dat is goed voor de 22-jarige man uit Charleroi. Beide spelers overigens 22, wat dat betreft evenveel ervaring. Maar Rocchetti niet uit Charleroi, hij komt uit La Louvière. En hij speelt vandaag voor Mouscron en hij zal veel moeten gaan doen. Wil hij deze wedstrijd nog gaan omkeren? Want zijn plaats in de top 5 kan in het geding komen. Ja, als hij deze verliest, dan heeft hij maar 1 punt uit de laatste 3 wedstrijden. Ja, dit is echt niet goed hoor. Ik denk dat Anthony een van de beste aanvallende spelers is. Ja. En dan verdedigend staat hij goed, maar zijn keeper movement is gewoon niet goed genoeg. Dat kost hem punten, dat hè? Dat kost hem inderdaad echt punten. En dan heeft hij bijvoorbeeld geluk gehad tegen de wedstrijd van Oostende... Tegen Antwerpen. Antwerpen was het volgens mij, zijn keeper heel slecht had bewogen. Ja, nee, sorry, ik vergis me. Dat was tegen Cas Eupen. Dat was Cas Eupen, ja. Ja, Peter inderdaad. Pereira. En die wedstrijd had hij nog kunnen winnen, maar dan had hij echt wel heel veel geluk gehad. Dat Cas Eupen de bal in zijn handen schoot. Ja. Want anders had hij daar weer punten laten liggen. Precies, ja. Hij stond toen helemaal rechts in zijn goal geposteerd. En het schot van Cas Eupen ging ook richting de rechterkant van zijn doel. Ja, heel bizar, dat moment. Kijk eens even, Charleroi is er nog niet klaar mee hoor. Die willen nog wel even de 2-0 maken. Die gaan voor meer. Goede rush hier, net voor de verdediger. We gaan een corner zien. Nee, een doeltrap. Zegt de man met de vlag. En ja, dan moet ik hem maar geloven, want hij stond er met de neus bovenop. Dat is al de 70ste minuut. Ja, Anthony die ziet er niet heel erg gevaarlijk uit. Komt hier nu wel met een aanval. Mooi, je paas naar de spits, maar weer goed verdedigd van Bobo. Bobo is echt geweldig aan het spelen deze wedstrijd. En hij wil gewoon in die top 6 eindigen. En zo moet je spelen dan. Oké, natuurlijk niet zo'n paasjes geven, maar dat kan altijd gebeuren. Nee, precies. Zijn verdediging is goed. Hij stapt steeds agressief in, fel in de duels. En dan krijg je dit soort momenten. En waar de bal dan dit keer voor Mouscron valt, ja, vroeg of laat is hij hem kwijt. Alhoewel, hij komt hier wel ver hoor, het strafgebied in. Maar uiteindelijk toch weer inderdaad een hele kudde zebra's om je heen. Afgejaagd als pitbulls eigenlijk. Want Charleroi doet het bijzonder goed vandaag. Met name ook verdedigend. Houdt de pot echt goed dicht. Geen kansen weggegeven. Wel een aantal kansen gecreëerd. Waarvan eentje raak was, eentje op de lat. En kijk eens even, kopballetje over. En we gaan veranderingen zien. Ik denk met name van aan de kant van Rocchetti. Ja, bij de teams hier zien we al wat wissels. Ja. En dan heeft Rocchetti zijn tactiek een klein beetje aangepast. Volgens mij heeft hij ook nu hoger druk zetten ingesteld. Ja, en Bernard die doet niets aan zijn formatie, maar wisselt wel 3 man meteen om verse benen het veld in te brengen. Voor dat laatste kwartier, dat nog best hectisch kan gaan worden. Osimhen gaat eraf. Miane komt erin. Even kijken, Benavente komt erin. Ja, slim. Osimhen die trouwens 8 goals had gescoord en 2 assists had al voor de winterstop. Dus wat dat betreft de echt goede zaken doet voor Charleroi in het Echi. Ook hier op het digitale veld af en toe een duit in het zakje van Benjamin Bernard. Maar Rocchetti mag heel ver oplopen dit keer. Dit keer niet agressief aangepakt. En dat had zo duur kunnen komen te staan bij Charleroi. Maar gelukkig voor hem gaan ze in de tegenstoot. En sterker nog, gaan ze misschien wel een kansje krijgen om de wedstrijd te beslissen. Wat is die snel en wat is die paas weer perfect. En oh, aan de korte zijde langs de goal. Via de voet van de keeper. Dat had de beslissing moeten zijn. 10 minuten voor tijd. Wat een geweldige redding. Deze keer had Rocchetti dan wel zijn keeper goed bewogen. Ja. Dat was heel mooi gedaan hoor. 84e minuut, nog steeds 1-0. Het kan nog steeds alle kanten opgaan hoor. Absoluut. Ja, keurig verdedigd. Door Charleroi. Ja, wordt gefrustreerd. En dan ineens naar de andere kant. En daar ook weer gevaarlijk worden. Je kunt de frustratie zien bij Anthony. Ja, het loopt gewoon niet voor hem. Hij krijgt geen voet aan de grond in deze wedstrijd in eigen huis. 11.000 man zitten voor jou daar, hebben een kaartje gekocht. Maar je kan ze niet brengen wat ze verwachten, wat ze verdienen.
wat je ze graag wilt geven. Sterker nog, je krijgt hier misschien wel de 2-0 op de neus. Wat een heerlijke paas van Benjamin Bienaert. Ook deze is hem niet gegund. Ongelooflijk hoe 200% kansen er niet ingaan in de laatste fase van de wedstrijd. Zou hij dan toch nog het deksel op de neus krijgen? Ja, ik denk dat het wel een klein beetje spanningen waren, hoor. Ja. Want hij kon daar de bal heel goed afleggen. En om een of andere reden schoot hij hem toch direct op doel. Misschien verwacht hij dat Anthony zijn keeper ging bewegen. Wat me ook niet zo heel slim lijkt van die positie. Maar je weet het maar nooit. We zullen waarschijnlijk dan nooit weten wat de gedachtegang is achter die actie. Maar hier is Anthony dan in de 90e minuut, 2 minuten blessuretijd, krijgt de bal weer terug. Mooie dragback. Cool. Een slimme poging tot een overtreding. En de fake shot mislukt. En hier is Bobo dan. Hij mag de bal niet meer verliezen, maar dat doet hij wel. Ja. Hier Anthony Rochetti, die laatste kans van de wedstrijd. Mooi hakje, voorzet, maar de keeper van Charleroi. Brengt redding. De 1-0 overwinning. Voor Charleroi, ja, gewoon een feit maakt. Het is de 3 punten voor Benjamin, 0 punten voor Anthony. En het gaat niet goed voor Anthony, hoor, in de laatste 3 wedstrijden. Nee, absoluut niet. En Bienaert gaf het nog bijna weg. Je zag hoe gestrest hij was in de laatste 5 minuten. Speelde het daar niet slim uit, speelde het niet dood zoals we ook van hem gewend zijn eigenlijk. Want hij gaat altijd vol op de aanval. Maar dit keer poeierde hij de bal gewoon weg. We gaan eens even vragen aan hem of hij inderdaad zoveel stress had in die laatste 10 minuten als wij dachten te zien. Étonnamment, j'ai eu la possession. J'étais assez étonné de moi parce que d'habitude c'est toujours lui qui l'a. Et donc j'étais bien dans mon match. Il a eu des occasions, mais j'ai très bien défendu. Et puis à un moment, sa défense elle est montée sans aucune raison. J'étais étonné. Il a fait l'erreur, une erreur avec son gardien, c'est de le contrôler. Et il l'a mal contrôlé. Donc ça s'est joué à une action près. Après, j'ai eu un face-à-face raté, limiteux, mais bon, on aurait pu faire match nul et voilà. Dans ce genre de match très serré, c'est important de profiter des erreurs de ton adversaire. Mais même dans les matchs qui ne sont pas serrés, c'est la confiance, il faut être adroit tout le temps. Ici, il faut être très concentré sur tout. Donc, même à 5-6-0, je pense qu'il faut profiter pour l'average. On ne sait pas, c'est très serré au niveau des points pour les playoffs. Ouais, on se connaît super bien, on s'est joué énormément de fois. Et bon, cette fois-ci, ça a tourné dans son avantage. La prochaine fois, ce sera du mien, j'espère. Tu encaisses le 0-1 sur une petite erreur de ton gardien ? Non, c'est pas vraiment mon gardien, c'est ma défense plutôt. Je fais les mêmes erreurs que les autres matchs où j'ai perdu des points. Il y a quelque chose qui ne va pas, donc il faudra rectifier ça encore une fois. On sent que tu as fait, sur tes derniers matchs, tu as fait quelques erreurs défensives. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Je pense que c'est un problème de concentration et de mental, plus qu'autre chose. Il va falloir s'améliorer là-dedans, sinon ça va être difficile. Maintenant, il me reste encore 6 matchs, donc c'est encore beaucoup de points à prendre.